Ik sta hier op de Geneva Motor Show 2018, uitgenodigd door Peugeot Nederland. Ik sta nu op de stand van Peugeot. Peugeot ging natuurlijk vorig jaar al heel erg lekker. Zo wonnen zij Car of the Year met de 3008 en waren zij ook winnaar met Dakar. Maar ook dit jaar hebben zij onder andere nieuwkomers zoals de Rifter en de Rifter 4x4 Concept, maar ook de prachtige 508, een geheel nieuwe auto. Hi Alice. Hallo. We zitten in de nieuwe 508. Geheel nieuw. Geheel nieuw. Vertel. Een volledig Peugeot. Hij is afgeleid van de 504. Ja. Wat belangrijk is, 504 was toen de tijd een stijlbreuk met het design. En volledig nieuw op de markt. En dat doet de 508 ook. Ja. De 508, de huidige, is een sedan, een reisauto, een grand routière. Meer ook geënt op familie en business tegelijk. Ja. Deze is echt geënt op sportief rijden. Ja. Heeft een andere look en feel. Het is een beetje wel een agressieve look ook van voor. Ja. Heel chic, maar... Ja, al beide inderdaad. Het is goed dat je dat ziet, want we willen eigenlijk zowel stijlvol als sportief robuust laten zien. Precies. Eigenlijk in lijn met, zoals we eigenlijk ook de SUV's hebben geïntroduceerd. Maar je blijft nog steeds het elegante en het stijlvolle Franse terugzien. Uiteraard bekend van de vorige versies een compact stuur. Mm-hmm. Twee afgeplatte vlakken. Uiteraard de head-up display boven het stuur. En een volledig vernieuwd 10-inch touchscreen. Ja, en ik zie nieuwe toetsen. Nieuwe toetsen. Een stuk eleganter, maar nog steeds toegang geven tot de meest belangrijke functies. Zoals temperatuur, radio, muziek, et cetera. Wederom met Vocal een samenwerking aangaan. Zoals jullie ook waarschijnlijk herkennen van de SUV's. Dus ja. Dat is echt de high-end specialist qua muziekinstallaties. Massagestoelen. Wauw, heerlijk. De integrerende auto. Night Vision, uniek voor dit segment. Ja. Ja. Deze auto hebben we eigenlijk rijbeleving, een stuk veiligheid en uiteraard het design. Ja, dus eigenlijk, gewoon heel veel luxe zie ik zo binnen. Ja. Ja. Zie je de levensgrote leeuw van Peugeot, 160 jaar, en die staat voor souplesse, kracht en snelheid.